Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik weer director mode doen. Het heeft een tijdje op zich mogen laten wachten, maar ja, ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in om director mode te gaan doen. Ik heb net nog even snel door de reacties gescrolld van jullie beste kijkers op mijn laatste director mode video die ik gedaan heb. Om te kijken of jullie wat leuke ideeën hebben achtergelaten. En er stonden er zeker een paar bij. Iemand zei namelijk... Ga verkleed als militair en probeer een tank te stelen van de military base. En een ander iemand zei, ga als militair verkleed en probeer een F-16 te stelen van de military base. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon undercover naar de military base als militair. En ik ga zien of ik daar wat schade kan aanrichten. Of ik gewoon iets kan stelen. Ik probeer wel dus undercover te blijven. Maar ja, ik ga wel proberen een F-16 te stelen. En een tank met 5 sterren politie achter me aan. Tenminste, ik denk dat ik die ga krijgen als ik op de legerbasis loop. Dat krijg je meestal. Dus ja, laten we eerst gewoon heel onopvallend daar naartoe gaan. En trouwens voor de oplettende kijker. Ik heb inderdaad een nieuwe camera gekocht. En ik ben er heel erg blij mee. Dit is de Logitech C920. En... ja, hij is echt fucking goed. Hij heeft ook autofocus en zo. Dus ja, heeft wel wat gekost. Maar alles om de kwaliteit van mijn video's te bevorderen. In ieder geval, laten we nu beginnen met de director mode video. Voor de mensen die niet weten hoe het moet. Je opent je interaction menu met back. Dan klik je op director mode. Ik kan het nu niet omdat ik op een auto zit. Of op een auto omdat ik op een motor zit. Hupsakee, director mode. Are you sure you want to launch director mode? Ja, oké. Dan wordt director mode geladen. Ja hoor, autosave maar is prima. Oké. En there we are. Yup. Dan sta je in een soort van, ja, verkleed ding-achtig iets. Op de Hollywood scene, weet je wel. Je hebt daar zo'n gebied waar films worden opgenomen, zogenaamd. En volgens mij is dat hier. Oké. Actors. Hier kan je dus jezelf verkleden. Emergency services, denk ik dat die bijstaat. Deze is wel vet. Alleen, het is niet een militair, dus die zoek ik niet. FIB, nee. Dit zou op zich wel kunnen, maar nee, denk ik ook niet dat dat het is. Je hebt het van, ja, kijk, military, oké. Kijk, dit ziet er al veel beter uit. Wat is nou echt een typische militair? Meriwether, nee. Oké. Ja, dit is wel echt, als je echt een topbaas bent. Maar ja, ze gaan mij nooit geloven als ik daarmee aankom zetten. Dan weet je wel, ze hebben gewoon een topbaas. Dus ik moet gewoon als een beetje normaal gastje daar naartoe gaan. Dit vind ik wel heel lelijk. Zoiets. Nou, hier, een army officer. Prima toch? Ja, ik ga als army officer naar de military base doen. Dus wat je dan doet is, oké, hupsakee. En there we go. Ik ga nu niet meer door het leven als Franklin, maar als... military base boy, om het maar even zo te zeggen. Oké. Nou, en wat je nu dus kan, nu je in director mode zit, en waarom ik het ook zo leuk vind om er video's over te maken, is cheats gebruiken. Dus heb je geen GTA op de computer en wil je toch kunnen cheaten, dan komt dit toch wel het dichtst in de buurt. Ik kan mezelf nu naar locaties teleporten, maar dat ga ik niet doen. Ik kan hier zo bij settings kan ik allemaal dingen aanpassen zoals ik het wil. Maar dat is nu ook nog niet van toepassing. Dat gebruiken we straks allemaal wel. Een garage. Ik kan een Frogger spannen. Dat is een helikopter. Dus mocht het nou niet lukken dat ik met de auto naar binnen kan. Kan ik altijd nog met een helikopter naar binnen. Dus ja, moet allemaal wel goed komen. Laten we nu eerst eens eventjes hier naar beneden gaan. Ik hoop dat dit gewoon zo gaat. En anders gebruik ik daar ook wel even cheats voor. Nee, gaat prima. Helemaal goed. Hupsakee. Kunnen we hier dan nog naar beneden of vallen we dan dood? Oké, gaat goed. Nice. Hupsakee, hier naartoe. Oké, nice. Nou, daar staan wat auto's geparkeerd. Ja, wat zullen we doen? Zullen we een auto jatten of een... Nou, ik ga sowieso een auto jatten. Wat bedoel je nou, Roy? ik bedoelde eigenlijk van, ga ik een auto jatten op straat of ga ik hem gewoon stelen van de parkeerplaats? Ik ga deze nemen. Deze is lekker snel. Zijn we daar lekker snel? Hoef ik niet te skippen. Kan ik misschien nog over wat andere dingetjes hebben. Zoals dus mijn nieuwe camera. Roy, waarom heb je een nieuwe camera gekocht? Nou, heel simpel. Ik heb nu dus 1000 abonnees. Bijna 1200 inmiddels. En ja, ik vond eigenlijk wel tijd om het dan nu ook gelijk echt serieus aan te gaan pakken. Dus ook echt hele goede shit kopen. Nou ja, sowieso is mijn audio nu al bijna het beste eigenlijk. Misschien wel gewoon
een van de beste, zeg maar, de Blue Snowball. Dat is mijn microfoon. Ik heb ook een microfoonarm, waardoor mijn audio dichter bij mijn mond zit, waardoor het beter is. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus ik ben nu wel heel erg tevreden over mijn setup, zoals die nu is. Dus er zal ook zeker wel een setup video aankomen. Dat vroeg iemand in de Q&A en dat zou ik pas doen als mijn setup geoptimaliseerd was. En ja, dat vind ik nu wel, zo'n beetje. En eigenlijk misschien nog een greenscreen, daar zit ik misschien nog aan te denken met softboxen, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Oké, dit gaat trouwens helemaal kut, want ik heb 2 sterren politie achter me aan. En dat willen we niet, dat willen we straks pas als we op de military base zijn. En ik krijg allemaal mensen aan en het schiet niet op. Dus dat is, daar gaan we nu gelijk af wat veranderingen in brengen. Oh ja, en nog wat trouwens, was ik ook vergeten te vertellen. Ik ben naar de kapper geweest vandaag. Dus ik vond wel weer even tijd om naar de kapper te gaan, het was weer heel erg lang geworden. Maar dat geheel terzijde. Hier is de military base. Dat is nog wel even een stukje rijden. Hey. Dus ja, ik ga denk ik toch wel even skippen. Want 4,6 mijl om dat zo eventjes te rijden. Dat is voor jullie ook heel erg saai om naar te kijken. Dus ik zie jullie zo terug bij de military base. Tot zo. Oké, beste kijkers. Zoals jullie kunnen zien ben ik inmiddels aangekomen bij de military base. Of naar de brug naar de military base. Ik zal het even op de radar kijken. Ja, kijk. Hier is de military base. En als het goed is, is hier een ingang. Waardoor je naar binnen kan. Maar dat weet ik dus niet zeker. Of we daar nu ook echt naar binnen kunnen. Denk het waarschijnlijk niet. Maar ja, we willen gewoon in de koffer naar de military base gaan. Desnoods ben ik natuurlijk... Of tenslotte ben ik natuurlijk gewoon een gozer van de military base. Een medewerker. Dus kunnen we hier gewoon naar binnen rijden? Ik denk niet dat we hier naar binnen mogen rijden. Ik ga al weg. Ik ga helemaal niet weg. Oké, we mogen dus niet naar binnen rijden. Maar ja, daarvoor heb je wel een oplossing voor. Settings. Weather smog, nee. Doe maar gewoon eventjes gewoon lekker mooie heldere hemel. Kijk, zo. Dat zijn cheats. Midday, nee, morning. Kom net op mijn werk, hè? Het is gewoon nogal ochtend. Huppakee. Wanted status. Zal ik hem eens op disabled zetten? Kijken of ik dan wel naar binnen kan rijden. Disabled, zo. Vehicle density. Het is allemaal wel. Invincibility. Ja, die zetten we dus aan. Ja, die zetten we aan. Dan kunnen we dus niet doodgaan. En wat hebben we dan nog meer? Dat is het wel zo'n beetje. Invincibility, dan gaan we niet dood. Oké, mooi. Is goed. Kijken of we nu naar binnen kunnen. Hallo meneer. Huh? Ja, ik ga je dan maar gewoon overrijden, beste kerel. Ik wil gewoon naar binnen. Ik wil gewoon werken. Hier. Opdonderen jij. Zo. Hupsakee. Ja, als je me niet naar binnen laat, dan beuk ik mezelf wel naar binnen. Ik heb dezelfde uniform aan als jou. Ik heb hetzelfde uniform aan als jou. En alsnog laat je me niet naar binnen. Kom op, hé. 25 km per uur. Oké, daar gaan we ons aan houden. Eventjes in first person. Mag ik in first person? Oké, ik mag niet in first person. Waarom, weet ik niet. Maar het mag niet. Misschien is dat omdat ik een director mode zit. Ja, dan gaan we daar even parkeren. Daar heeft iedereen netjes zijn auto geparkeerd, zo te zien. Oh, wacht. Dit is wel een beetje... barbaars wat ik nu doe. Gewoon lekker over het gras. Ik denk dat de bedoeling is dat ik hier gewoon netjes door het poortje ga. Juist, dank u wel. Ook al staat daar niemand achter het poortje. En dan kunnen we hier rustig de parkeerplaats op. Helemaal goed. Oké. Ik parkeer hier eventjes netjes mijn auto. De auto heeft niet zo heel veel schade. Alleen de laadklep of de motorklep die zit een beetje open dankzij een botsing. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Oké, we parkeren hier even de auto en we gaan undercover aan het werk. Ik ben nu zogenaamd gewoon aan het werk op de military base. Maar ja, ik heb natuurlijk een hele andere taak zoals jullie weten. Ik ga een F-16 stelen of een tank. Het is maar net wat er op mijn pad komt. Dus ja, laten we het gewoon gaan doen. Ik denk dat ik dan gewoon het beste deze kant op kan gaan. Ja. Oh, mannetje wordt wel moe zo te horen. Nou, maakt niet uit. Je bent ook een beetje oud, weet je. Conditie hoeft niet optimaal te zijn. Ik zou ook zeggen, als ik hem zou lopen op een military base, zou ik ook echt zeggen dat hij wel een hoge rang heeft. Ik bedoel, zo ziet hij er wel uit, toch? Met zijn uniform. Oké. Nou.
Welkom op de military base. Dus, beste kijkers, willen jullie een keertje een kijkje op de military base nemen? Zonder dat je overhoop geschoten wordt door tanks, door F-16's en weet ik veel allemaal. Ik zou zeggen, do it like me. Gewoon, precies op deze manier. Kijk, er staan ook allemaal mensen, zeggen ook collega's van mij. Ik ga even een praatje maken. Hallo. Rookpauze. Ja joh, ah joh, maakt niet uit. Oh, daar loopt echt een hele grote squad. Hallo jongens. Allemaal goed aan het werk. Prima. Stop en door. Stop en door. We gaan de speech houden. Oké, ik ga bij de speech staan. Kan ik nog iets leuks doen? Action. Salute. Tjoe. Oké. Mister, what's your name? Mister Military Base, meneer. Hallo, it's Royalistic. I'm here for the weapon training. And yeah. Hello. Gaan ze nog wat terugzeggen? Ik denk het niet. Oké, ik ga er even door. Adios. Oké. Er staat hier een Titan. Staat daar nog een Titan? En kijk eens wat hier staat, dames en heren. Een F-16. Ik moet natuurlijk wel er even voor zorgen dat zij het niet doorhebben. Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje raar. Ik ben geen piloot. Ik heb geen pilotenpak aan. Dus om dan gewoon nu lekker deze F-16 mee te nemen, gaan ze misschien een beetje raar vinden. Dus laten we kijken of we misschien nog een andere plek hebben waar we een F-16 kunnen jatten. Kijk, daar staat er ook eentje. Zien jullie dat, dames en heren? Daar staat ook een F-16. Achter deze blokken. Dat is een F-16. Wat een mooie dag hier, hè, Fort Zancudo. Nou zeg, ik vind het echt een mooie dag. Even kijken. Hallo meneer. Oké, dat is wel wat minder. Er staat een meneer die bewaakt de F-16. Maar, ja. Staat er maar eentje. En voor zover ik kan zien, staan er geen verdere bewakers om mij heen. Dus ik denk dat als ik hem gewoon eventjes netjes uitschakel, dat ik gewoon deze F-16 kan gaan jatten. Dus wat ik ga doen, ik ga sluipen. Kan ik stealthy modus gaan? Kan dat? Nee, ik kan niet stealthy gaan. Oké, dat vind ik jammer. De weapon. Oké, ja, dat maakt niet uit. Nergens zitten attachments op. Kijk, dat vind ik jammer. Want dat had. Oeh, daar rijdt ook een tank. Shit. Fuck. Dat is ziek. Oké, maar in ieder geval, dat houdt dus in dat ik hem niet stealthy kan uitschakelen. En dat wil ik wel. Dus, ja. Ik ga namelijk niet een wapen gebruiken, want dat horen ze. Iedereen hoort die schoten en dan ben ik gewoon fokt. Dan ben ik erbij. Dan heeft iedereen me door. En dat is niet wat we willen. Dus wat ik gewoon ga proberen is hem gewoon. Wat zou je daar moeten doen trouwens? Ze staan allemaal gewoon naast de tank. Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. Oké. Meneer. Boom. Hupsakee. Blijkbaar hebben we ons nog stealthy uitgeschakeld. Heel goed. Oké. In de F-16. En wegwezen hier. En er komen. Oh shit. Er komen allemaal mensen op af. Shit. Ik denk dat ze me door hebben. Ja. Ze hebben me door. Oké. Okay. Stond al lastiger dan ik dacht. Even een F-16 jatten. En nu heeft iedereen me door. De missie heeft gefaald, dames en heren. Ja, nu heeft de hele military base wel door wat ik hier kom doen, denk ik. En dat is jammer. Nou, in ieder geval dan jatten we deze tank maar, denk ik, of zo. Hupsakee. Tankie. Hups. Wat wegwezen jij. Wegwezen jij. Het was fijn om even met jullie een pauze te gehouden te hebben. Maar ja, ik moet er weer vandoor, denk ik. Vrees ik. What the fuck schoot er op mij? Moet wel een F-16 zijn. Geen idee waar die F-16 is. Maar wij gaan er gewoon vandoor. Dat is één ding wat ik zeker weet. Dat was een korte dag op het werk. Om het maar even zo te noemen. Meneer, wat gaat u doen? U vreest voor uw leven of... Nee, hij wilde gewoon op mij gaan schieten. Nou, daar houden we niet van.
Blijkbaar kan je hier nu gewoon uitrijden. Oké. Okay. Nou, true. Hupsakee, dankjewel. Mag ik hier weg? Ja, dat mag. Oké, okay, helemaal top. Hey. Oké, okay, nou dames en heren, de tank stelen was dus niet zo heel erg moeilijk, eerlijk gezegd. Ik bedoel, het is gewoon een kwestie van je wanted level uitzetten, in de tank stappen en wegwezen. Een F-16 daarentegen, dat is wel wat moeilijker, want zodra zij doorhebben dat je die F-16 gaat stelen, dan is het gewoon klaar, zeg maar. Dan hebben ze het gewoon door, dan ben je erbij en dan gaan er gewoon allemaal tanks beschieten, F-16's, weet ik veel allemaal. Zo, what the fuck gebeurt er allemaal? Dus dat is nog best wel een challenge. Dus laat ik voorstellen om mezelf nu even te killen. Alle cheats weer opnieuw aan te zetten. Weer opnieuw stealthy in de legerbaas te gaan. En de missie opnieuw te proberen. En alsnog die F-16 te stelen. Dus dan zie ik jullie zo terug bij een tweede poging om de F-16 te stelen. Tot zo. Oké, beste kijkers. Zoals jullie zien heb ik weer een auto weten te bemachtigen. Ik heb mezelf even van het leven beroofd. En ik ben opnieuw gespand. Dus als het goed is, zou alles in de military base ook weer... ja, normaal moeten zijn. Kan ik gewoon weer normaal daar rondlopen. Als een medewerker. Dus we gaan kijken of dat gaat lukken. In ieder geval, laten we de cheats weer aan gaan zetten. Ik had net natuurlijk even mijn invincibility uitgezet. Zodat ik mezelf kon killen. Die gaat nu weer aan. Voor de rest staat alles hetzelfde volgens mij. Ja, alles staat voor de rest hetzelfde. Dus dat is helemaal goed. Invincibility staat nu dus aan. En we gaan weer over de brug heen. En waarschijnlijk zal daar weer een guard staan. Die tegen mij gaat zeggen dat ik niet door mag rijden. En dat ga ik dan toch wel doen. En ja, dan gaan we proberen een F-16 te stelen. Wat blijkbaar nog best wel moeilijk is. Oké. Okay. Nou. Ja, de medewerker staat daar weer. Gaat waarschijnlijk nu een verhaal vertellen dat ik niet door mag. Ja. En dan ga ik je gelijk weer plat rijden. Huppakee. En dan nog een keer. Huppakee. Sorry dames en heren, maar als ik hem niet van het leven beroof, dan kom ik hier helaas niet binnen. Dus ja, ik doe alles voor, voor een leuke werkdag op de military base. Oké, nou, we rijden door. We gaan niet door het gras, want dat is een beetje ordinair. Niet dat iemand killen of iemand vermoorden natuurlijk niet ordinair is, want dat is nog veel erger. Maar ja, laten we de auto gewoon eventjes netjes parkeren. Hier zo, hoppakee. Want ik denk dat ik al heel snel natuurlijk verdacht ben als ik gewoon met mijn auto over de military base ga rijden. Dat ja, gaan ze denk ik niet heel erg op prijs stellen. Dus nou, laat ik gewoon een stopbord. Geldt alleen voor bestuurders. Hey, ik heb mijn theorie gehaald, dus dat soort dingen weet ik nu. Maakt niet uit of er dan geen bestuurders aan komen. Je moet altijd stoppen bij een stopbord als je een bestuurder bent. Dus dat geldt voor fietsers, bronfietsers. Nou, noem het allemaal maar op. Behalve voetgangers. Oké, daar rijdt de tank. Nou, meneer tank, die zal mij waarschijnlijk nu niet aanvallen. Want die heeft zoiets van, oké, hoi, hij werkt hier gewoon. Ja, niks aan de hand. En, gek genoeg, inderdaad, hij heeft zoiets van, nee, prima zo. Ah, hij stapt uit zijn tank. Nou, nu kunnen we eindelijk eens zien wat voor figuur er nou in zo'n tank zit. Welke motherfucker je nou dus altijd uit de lucht schiet als je een F-16 probeert te jatten. Deze motherfucker dus. Gaan we even een salut doen. Kan ik verder uitzoomen voor mezelf? Mag dat? Ja. Zo. En dan doen we eventjes... salut. Nog een keer. Zo. Dat is vet voor de thumbnail, man. Misschien wordt dat wel de thumbnail, wie weet. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. Ik nog niet. Maar ja, misschien dat dat wel een leuke thumbnail is. In ieder geval, laten we verder gaan op de military base. Want we willen natuurlijk die F-16 stelen. Hier is weer een speciale eenheid bezig. Weer met diezelfde training. Laat ik er maar weer eventjes naartoe lopen en kijken wat ze nu weer aan het doen zijn. Niet zo heel veel. Nee. Niet zo heel veel. Oké. Okay. Laat ik hier dan ook nog even een keer de salute doen. Hoppakee. Zo. Maar nee, ze doen niet zo heel erg veel. Misschien wachten ze op mij. Kijk, nu ben ik de zesde man. Dat zou heel goed kunnen. Ik pak ook even een wapen vast. Zo. Niet dat ze dan in één keer boos op me gaan worden of zo. Nee, gaat helemaal goed dit. Hups. Hoppakee. Vet. Hey. Oké, okay, nou ben ik wel even klaar met die soort van screenshotjes maken. Die ik nu eigenlijk aan het maken ben. Ik ga nu gewoon die F-16 stelen. Genoeg gepraat. Oké, dat ga ik natuurlijk niet doen. Die tank doet het ook gewoon echt naar me, hè. What the fuck, dit is echt ziek.
Die tank doet het gewoon namens. Van, hey, yo, collega, pas op, hè. Ik rij je gewoon in de tank. En ja, het is niet zo handig als je ervoor voor langs gaat lopen. Waar hij natuurlijk helemaal gelijk in heeft. Eerst gaan we eens kijken of er al F-16's vliegen. Want die dingen, die schieten je zo kapot. Oké, daar vliegt een vliegtuig. Nou, daar gaan we helemaal niks mee doen. Dat zijn allemaal onschuldige mensen. Deze mensen op de militaire BB's eigenlijk ook. Maar dat maakt ook niet uit. Oké. Hallo meneer. Hallo nog een meneer. Mag ik die F-16 nu niet gewoon pakken? Hebben jullie daar problemen mee als ik het doe? Meneer, heeft u door dat u het hele hek kapot rijdt? Nee. Ik denk dat hij die door heeft. Of hij heeft gewoon scheid. Weet je wel, hij heeft zoiets van, ah, fuck dat. Hek wordt wel weer gerepareerd. Oh joh, ja joh, rijd daar nog ook even tegen. Nou, maakt het allemaal uit joh. Hè? Rijd nog even tegen de F-16 aan. Heel goed, hupsakee. Ja joh, ik hoef dat ding niet eens. Ik hoef dat ding zelf niet eens te besturen joh. Je doet het al voor me. Nou, prima. Rijd je collega's nog maar even omver. What the fuck is dit allemaal? Oké, dit is een cinematic die ik nog nooit eerder heb gezien, maar hartstikke nice, denk ik. Oké, nou. De F-16 is zojuist eventjes verplaatst. Vind je dit ergens een keer doen? Nou ja, ik neem aan dat als je collega net jou omver rijdt, dat je dit ook niet zo heel erg vindt dan, toch? Denk ik. Heb ik zo'n vreemd vermoeden van. This is a no-fly zone and I'm out again. Fuck! Nee. Ik wil wel in de military base vallen. Fuck! Kut! Mensen, dit is echt veel moeilijker dan ik dacht. Serieus. Kan dat ding niet kapot of zo? Home launcher, ups, oké. Okay. You're going down, bitch. Nee. Godsamme. Oké. Nou, Garage, Frogger wil ik eventjes hier hebben. Nou, alsjeblieft. Want anders duurt het nog eeuwen. Als ik daar weer met een auto van een civilian naar binnen moet gaan rijden. En dat soort dingen. Jullie snappen wat ik bedoel. Dus, laat ik gewoon de helikopter pakken. En daar gewoon naar binnen vliegen. En hopelijk weten ze nu niet meer wie ik ben. En denken ze gewoon van, ah joh, die kerel is dood. Die gestoord psycho. Oké, dat denken ze niet. Want ik word gelokt. Oké, nou, huppakee, weg de helikopter dan maar. Zo, ik ga toch niet dood, dus het boeit helemaal geen fuck. Stop maar lekker neer, huppakee, boeit helemaal niks. Waar is die F-16? Daar is die F-16. Nou ja, weet je wat, ik ga hier gewoon met allemaal rockets schieten, joh. Hupsie, daar, ja, hij moet neer. Hier komen. Waarom mag ik hem niet lokken? Nee, die moet ik niet hebben. Oké. Nou, blijkbaar kan ik hem niet lokken, omdat hij te ver weg is, denk ik. Weet ik wel zeker eigenlijk. Dus, ja, laten we gewoon hopen dat hij mij nu gewoon eventjes niet gaat schieten. Wat ik haast niet kan voorstellen. Stop. Abort mission. Ja, dat bedoel ik. Ja. Oké. Die motherfucker in de lucht, als we hem dood hebben... Ja. He's going down. Denk ik, hoop ik. Nee. Hij gaat niet neer. Oké, in dat geval. Ze hebben ons nu al lang door op de military base. Ik weet het, sorry daarvoor. Maar ja, deze missie is gewoon echt best wel lastig. Ben ik achtergekomen. Kan je nagaan dat ik nu, als ik nu... geen invincibility had. Dan was het al helemaal fout gegaan natuurlijk. Dus ja. Ik heb een goed idee. Laat ik gewoon doen alsof ik deze ga jatten. Komt die F-16 weer naar me toe gevlogen. Inderdaad. Jij gaat nu stuk. Jij gaat nu echt stuk. Dat ding is echt niet dood te krijgen. Dat is echt niet normaal. Wat een zieke piloot. Fuck! En nou is hij weer te ver weg. Ja, dit deed ik nog nooit. Dus dit hit, dan is het morgen Pasen. Nou, dat dacht ik al. Oké, nou, mag ik nou... Oh, deze heeft hij weer stuk geschoten. Nou, leuk hoor, hey. Of is hij niet stuk? Ik moet toch wel stuk zijn. Hey, je hoeft niks meer open te breken, hoor. Want hij is al helemaal kapot.
Kijk, nu vliegt dat ding echt ver weg. Oké, nice, 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 nice. Dit is mijn kans. Oké, oké. Dit ding kon niet opstijgen. Oké, dit ding... Zo! Schietstoel! Woe! What the fuck? Oké. Ja, dat werkt ook niet. What the fuck? Waar is die F-16? Daar vliegt die F-16, want die moet gewoon stuk. Anders heb ik sowieso geen kans. Kom maar hier naartoe. Kom maar. Kom maar. Nou ga je kapot. Dan ben ik echt helemaal klaar met jou. Hij laadde snel, 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 snel. Huppakee. Ga jij maar weer achter die bergen vliegen. Dan kan ik even rustig dit ding stelen. Of heeft hij dit ook alweer kapot geschoten? Volgens mij heeft hij deze ook alweer kapot geschoten. Nou, die tank die doet helemaal niks. Dat is dan weer een mazzeltje die ik heb. Oké. Gaat het me dan nu eindelijk lukken of zo? I guess so. Of toch niet? Ja, oké. Ik denk dat ik de F-16 heb gejat. Het zou echt super nice zijn. Oh, daar vlieg jij. Jij motherfucker. Jij motherfucker. Jij motherfucker. You're going down, bitch. There you go. There you fucking go. The bitch is down. Oh, nog een bitch. Ah! Holy shit. Waar ben je, motherfucker? Oké, hij vliegt helemaal de andere kant op. Hij heeft opgegeven. Oh, hij heeft me geraakt. Holy fuck. Oké, maakt niet uit. Ik ga hem snel landen bij Trevor's Airfield. Dan heeft Trevor er een weliswaar half kapotte F-16 bij. Maar ik neem aan dat hij die met die illegale connecties van hem wel eventjes kan laten repareren. Dus ja, hij zal vast tevreden met me zijn. Franklin, undercover als military agent. Die heeft dit gewoon eventjes voor hem gefixt. Dus ja, daar zal hij vast wel blij mee zijn. Hupsakee, aan de grond met dat ding. Yeah, huppakee. Prima. Vliegen er nog dingen achter me aan of zo? Nee. Of toch wel? Nee, dat is een vogel en een vliegtuig. Oké, dat is helemaal goed. Mooi, landen dit ding eventjes hier. En dan denk ik dat de video er hiermee op zit. Want ik heb een F-16 gejat. Ik stap nog eventjes uit. Oké, ja, de video zit hiermee op. Ik heb een tank gejat, ik heb een F-16 gejat. En dat was ook exact het doel voor deze video. Weliswaar is mijn F-16 nu wel een beetje kapot. Maar dat kan makkelijk gerepareerd worden door Trevor's illegale netwerkje. Dus ja, dat zal vast wel goed komen. Verder zou ik dus echt aanraden om even Director Mode ook zelf te gaan spelen. Want het is gewoon fucking leuk om er eventjes in te kloten. Je kan ook een super jump. Heb ik nog niet eens gedaan in deze episode. In ieder geval, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat nog even een blauw duimpje achter op deze video. En abonneer op mijn kanaal. Als je het niet gedaan hebt, laat jouw ideeën achter in de reacties. Want ja, zonder jullie ideeën worden die Director Mode video's maken heel erg lastig. Omdat ik ja, graag jullie ideeën wil uitwerken in de video. In Director Mode tenminste. Dus laat vooral jullie ideeën achter op deze video in de reacties. Dat wilde ik zeggen. En dan check ik jullie weer in de volgende video. Check nog even mijn social media trouwens. Staan in de beschrijving. Volg me daarop eventjes. Instagram en Twitter. En check jullie echt in de volgende video. Peace!